Zo. Kijkers, de vergadering is afgelopen. Half tien, valt nog mee, burgemeester. Nee, daar gaat u niet over. U gaat over uw eigen woorden, hè. Dat is de gevleugelde uitspraken. Nou, het is duidelijk, de sociale media hebben het opgepakt. Alle boetes zijn van tafel. En dat is waar in ieder geval duidelijkheid over is ontstaan. Ik wil beginnen met u complimenten te maken. Dat mag ook wel eens een keer. U heeft heel duidelijk het tijdspad kunnen schetsen en heeft het ook geschetst. En ja, al de partijen die het er niet mee eens waren, een groot aantal daarvan, hebben zelf in 2016 de motie die toen voorlag om dit niet te doen via de mysteriërs, hebben ze tegengestemd. Dus ze wisten het, dat deze manier van handhaven zou volgen. Dat wisten ze. Ik heb de keuze gemaakt. Hè. Ik heb natuurlijk zelf de keuze gemaakt, ja, na bestudering, hè, van alle mogelijkheden die er waren. Dit leek mij de beste oplossing om een gelijkwaardig speelveld te maken voor alle verenigingen. Om niet te zeggen van nou, bij ons ging het zus en daar anders. Dus op deze manier te gaan doen. Die consistente lijn heb ik nu ook voortgezet in dat ik het besluit genomen heb om de boetes in te trekken. Dat heeft ook te maken met de consistente lijn die ik steeds voor ogen heb gehad. Maar het ging mij erom de zorg voor onze jeugd. Nou, dat is duidelijk, dat is ook wel heel goed overgekomen. Natuurlijk spreekt men nu van de boetes zijn van tafel, maar de boodschap, de achterliggende boodschap is, u heeft nog een keer heel duidelijk uw verantwoordelijkheid als portefeuillehouder, handhaving, naar voren gebracht. U heeft het belang van het onderwerp kunnen onderstrepen en niemand kan zeggen dat ze het niet wisten. Heel duidelijk niet. We hebben natuurlijk echt goed gecommuniceerd. Toen heb ik nooit iets teruggehoord van nou, dat vinden we niet goed. Of dus dat, nou, men wist dat het zou gebeuren. Toen heb ik nogmaals heel scherp gekeken van, is dit nu de beste werkwijze? Ik vond dat de beste werkwijze. En ik denk dat nu iedereen wakker is geworden. Want al die brieven hebben schijnbaar geen effect gehad. Ja, over de werkwijze, daar blijft verschil van mening over natuurlijk. Dat mag, dat is duidelijk. Het tweede onderwerp waar u vanavond bij betrokken was, dat was de andere manier van de inspraakreactie. Vergis ik me, burgemeester, of was u het niet eens met de reactie van de raad? Of heb ik het helemaal verkeerd? Ik merkte dat u iets, bent u anders niet, maar wat geagiteerd reageren. Nou, nee, dat weet ik niet. Kijk, op een bepaald moment overtuig je elkaar niet. Nou, dat kan, hè. Dus dat heb ik ook aangegeven. Ik zie het debat wel tegemoet, ja, wat de raad vindt. Ja, maar dat, zo zit ik er natuurlijk wel in. Kijk, als het om die handhaving ging, is het mijn verantwoordelijkheid als burgemeester, hè. Dus dat is een andere verantwoordelijkheid. Ja. En als het om die inspraakverordening heb ik aangegeven waarom het college er zo in staat. Als de raad wat anders wil, dan komen ze maar. En dan komt straks in de raad, tijdens het raadsdebat, zal wel, hè, in de raad, of ze met iets anders komen. Dus ik was niet geïrriteerd, maar zo, ik overtuig u niet. Ja, dat kan. Nee, hè? Ik heb u, moet ik zeggen, nog nooit zo kortaf horen antwoorden. Oh ja, ja, maar goed, ik kan een heel verhaal erover ophangen. En op een bepaald moment is het natuurlijk ook van, dit is het, dit is onze mening. En als u een andere heeft, het zij zo. Ik dank u dat u zo snel na het debat even voor de camera wilde komen. En we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort weer. Dank u wel. Oké. Okay. Kijkers, dit was het wat betreft de raadsdebatten van dinsdagavond 30 oktober. Wij gaan morgenavond verder. Dan staan er weer een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. En ik noem u daar één van, het PUR-huis. Tot morgenavond en ik dank u dat u zo geïnteresseerd heeft gekeken naar deze raadsvergadering.